Er zijn mensen die op een feestdag stilte zoeken. Er zijn er ook die een voorkeur hebben voor lawaai. En de zulken kan zelfs stromende regen niet afschrikken. Vandaar dat er toch nog zo'n 5000 kijkers waren bij de stockcar races in Blaricum. Belust op sensaties die overigens niet kwamen. Er werd weliswaar geweldig gerongd over het terrein vol natuurlijke en kunstmatige hobbels, maar de gehoopte botsingen bleven uit. Het was niettemin een wonder dat er nog een winnaar tevoorschijn kwam. Simon de Hoop uit Maasland. Boeiender was de strijd van de kevers die over het stoppelveld scheurden op een manier die men niet voor mogelijk houdt. Er kwamen meer dan 20 van deze oude beestjes in de baan. Dat wil zeggen, in de eerste race over 10 ronden. In de vierde rit waren dat er al heel wat minder. Nummer 28 moest lange tijd met één hand sturen en met de andere zijn portier vasthouden. Toch slaagde hij erin de race als winnaar te beëindigen. Na de finish bleek dat deze winnaar tijdens het gevecht ook zijn voorruit moet zijn kwijtgeraakt.